Hoi en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Vandaag ga ik DIY'en en ik heb dat nooit eerder gedaan in de video, maar ik vind het altijd wel heel leuk om te doen. Ik heb een DIY pakketje mogen ontvangen van Lies van Cindy en ik zal haar webshop en Instagram even in mijn beschrijving linken. En ik mocht dus een pakketje uitzoeken en ik kon maar niet kiezen, want ze heeft zoveel leuke pakketjes op haar webshop staan. Maar uiteindelijk heb ik gekozen voor doe het zelf decoratiecirkels. Nou, dit is het pakketje wat je dan krijgt. Ik had ook nog een kaartje erbij gekregen en het staat op hoi Sandra, ik heb bij DIY pakket extra stickers gedaan. Dan heb je wat meer keuze. Je kunt deze set namelijk zelf aanvullen met losse stickers. Nou, dan weet je dat het even. Ik heb toch voor dit gekozen omdat ik dacht, wij hebben nog niks onder de overkapping. En hoe leuk is het als je van die cirkels onder de overkapping hebt. Daar hebben we gewoon nog niks hangen. En ja, je kunt het natuurlijk ook in huis ophangen of waar je ook maar wil. Maar dit leek me wel heel erg leuk voor onder de overkapping dus. Nou, we gaan het samen even uitpakken. En ik zal even deze kant even goed laten zien wat erop staat. En deze kant ook nog even. En hier zitten dus extra stickers in. Ik zal even laten zien wat de inhoud is. Ik doe hem even open. Zo. Dan begin ik even. Oh, kijk. Dit is al een... Even zien. Even kijken hoor. Hier staat op aan de slag. Ik zal even de bladen laten zien. Ziet er toch al super leuk uit. Ik zal even oplezen wat de ingrediënten zijn. Ik zal even oplezen wat de inhoud van het pakket is. Er staat, ga lekker creatief aan de slag en maak je twee mooie decoratieve cirkels. Inhoud van het pakket. Twee populaire houten cirkels van 20 centimeter. Twee keer de achtergrond. Twee keer een sticker. Maar er zitten nu bij mij dus meer in. Maar mocht je het willen aanvullen, dan kan dat dus. Twee keer sticker, twee keer bevestigingsmateriaal en een uitleg. Nou, hoe handig is dit? En hoe leuk is het om dus zelf eentje te maken? En hier staat aan de slag. En er staat dus precies op wat je moet doen om dit te kunnen maken. Nou, ik ga even de inhoud laten zien wat er mee in zit. Ik hoop trouwens dat jullie het zo een beetje kunnen zien. Wat op tafel ligt ook. Even denken. Nou, de decoratieve cirkels. Dat zijn deze twee. Oh, ik zie het al helemaal hangen bij ons onder de overkapping. Heel erg leuk. Twee keer een achtergrond. Dat zijn deze. En volgens mij kon je... Ja, hier kon je ook nog qua kleur ook nog kiezen. Dus je hebt ook nog verschillende mogelijkheden. Ik heb dus nu een zwarte en een... Ja, wat is het? Mintgroen? Turquoise? In ieder geval in die richting. Maar heel erg leuk. Dan hebben we nog de stickers. Ik heb deze erbij die ik dus heel erg leuk vind. Die glimlach staat je goed. Die vind ik heel erg leuk. Hier staat op love. En dan heb ik nog... Oh, deze is ook wel leuk voor onder de overkapping, denk ik. Dit is zo'n... Nou, hoe noem je zo'n dier toch? Hoe noem je nou zo'n dier? Flamingo. Dan... Kijk, dit is ook leuk om erop te doen. Van die hartjes... Ook ziet het al eigenlijk helemaal voor me en leuke stippeltjes. Dus dit komt helemaal goed. Hartstikke leuk. En er zitten dus nog twee keer bevestigingsmateriaal bij. Dus twee keer van deze. Oh, dat is handig. Volgens mij kun je het gewoon... Nou ja, we gaan het straks zien in de uitleg. Dus twee hiervan. En dan hebben we dus nog de uitleg. En die staat op de achterkant. Nou, we gaan maar gewoon beginnen bij stap 1. Ik ga het even voorlezen en dan ga ik het doen. En ik probeer dan even mee te laten kijken naar wat ik ga doen. Dus wat ik ook daadwerkelijk ga doen. Stap 1. Begin met de achtergrond voor de cirkels. Haal de papieren achterkant los. Nou, dat is dit dus, de achterkant. Even kijken. Leg de plakkende kant naar boven op een placemat of snijmat. Leg de houten cirkels op de plakkende kant. Draai de cirkel om en wrijf de sticker goed aan. Wrijf alle luchtbellen eronder vandaan. Draai de cirkel weer om en snijd het met Stanley mes rondom de cirkel. Zo kun je het overige folie verwijderen. Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik geen Stanley mes heb. Dus ik denk dat ik even een andere mesje pak. En ik pak er nog even een placemat erbij. Dus dan ben ik zo bij jullie terug. Nou, zo, daar ben ik weer. We hebben dus wel een Stanley mes. Die Johan zei dat we er wel in houden, dus die heb ik ook even gepakt. En ik heb de camera even anders neergezet. Dat ik hoop dat jullie zo even wat beter mee kunnen kijken op tafel. Plus ik heb ook een lamp aan gedaan, dus mocht het iets lichter zijn, dan komt het daardoor. Goed, stap 1. Leg de plakkende kant naar boven op een placemat of snijmat. Leg de houten cirkels op de plakkende kant. Draai de cirkel om en wrijf de sticker goed aan. Dus wat ik eerst heb gedaan is dit velletje eraf halen.
Dan leg ik deze dus... Oh, deze kan beter wat een beetje aan de kant leggen. Dan leg ik deze dus op de placemat neer. Plakken we de cirkel erop. Even kijken. Ja, jullie kunnen zoals goed meekijken. Even goed in het midden. Zo. Draai de cirkel om en wrijf de sticker goed aan. Wrijf alle luchtbellen eronder vandaan. Draai de cirkel weer om en snijd met een Stanley mes rondom de cirkel. Zo kun je het overige folie verwijderen. Dus ik ga eerst alle luchtbellen verwijderen, want je ziet inderdaad dat er wel wat luchtbellen in zitten. Kijk, maar hier zie je dat er wat lucht in zit. Dus dat gaan we even eruit halen door middel van wrijven. Nou, ik heb de luchtbellen zo goed als weg kunnen halen. Dus dan houden we dit in eerste instantie nu over. Oh ja, dan gaan we met de Stanley mes gaan we het verwijderen. Het overige folie. Kijk eens aan. Oh, top. Oh, dit gaat wel heel makkelijk. Zeg maar blij dat we toch wel een Stanley mesje in huis hebben. Misschien kan we het ook wel met een ander mesje, want ik had eerst nog een schilmesje klaargelegd. Maar ik vind dit toch wel ideaal, moet ik zeggen. Want kijk, hij is perfect mooi rond. Dus dat is dat. Stap 2. Versier de cirkels naar wens met de stickers. Sommige stickers hebben een handig transparant laagje. Daarmee kun je de sticker netjes overbrengen. Misschien is het handig dat ik toch eerst die andere cirkel ook nog ga beplakken. Met de achtergrond en dat ik dan ga kiezen welke sticker ik leuk vind voor welke cirkel. Dus dat ga ik ook even doen. Ik vind het echt leuk dat je gewoon zelf dan je muurcirkels kan maken. Want wat ik al zei, je ziet het best wel veel voorbij komen. Maar ik vind het dan echt wel leuk dat je er gewoon zelf in kan maken. En ook naar eigen wens, want je kunt dus ook kiezen uit stickers. Perfect ook weer. Kijk, deze is nu dus zwart en dan weer die andere kleur. Dan gaan we dus nu de stickers uitzoeken. Nou, deze wil ik sowieso gaan gebruiken. Ik vind dat er echt heel leuk voor buiten. Die glimlach staat je goed. En het is wit, dus ik denk dat ik die op de zwarte ga doen. En ik denk dat het dan wel leuk is om gouden hartjes te gaan gebruiken. Deze erbij. Dus die ga ik hiervoor gebruiken. En even denken. Deze. Ja, ik denk, want ik heb dus nog een love heb ik nog. En die flamingo. En dus die stippeltjes. Maar ik denk omdat ik hier een tekst heb, dat ik die flamingo hier wel leuk voor vind. Ja. Het is ook wit en ik vind het eigenlijk wel leuk dat je dan... dat het een beetje de kleuren met elkaar overloopt. Want ik denk dat ik ook nog wel een paar hartjes op deze ga plakken. Dus dat ga ik doen. Deze ga ik op aanbrengen. Even kijken, nog even keer lezen hoe dat dan moet. Versier de cirkels naar wens met de stickers. Sommige stickers hebben een handig transparant laagje. Daarmee kun je de sticker netjes overbrengen. Nou, de eerste sticker zit erop. Oh, ik zie het daar helemaal buiten hangen. Ik vind het echt helemaal leuk. Dan ga ik nu ook eerst even de flamingo erop plakken. Dit is de flamingo. En dan gaan we even... Ja, ik ga een paar hartjes en misschien ook wel bolletjes op die allebei doen, denk ik. Dus dan ga ik voor de hartjes. Kijk, nou, dit is hem tot nu toe. En ik heb bijvoorbeeld hier ook één geplakt. Ik vind het wel leuk als er tussen de teksten door ook eentje zit. Hier heel even Sandra tussendoor in de toekomst. Ik had net eens de sticker nog geplakt van die glimlach staat je goed. Alleen ik had dit er nog bij opgelaten. Even kijken. En dit is dus zo'n laagje wat je eraf kan halen en waardoor de letters blijven zitten. Maar ik had dat niet gelijk in de gaten. Dus je ziet nog heel even dat dit erbij op zit. En straks dan kom ik er wel achter en haal ik het eraf. Dus dan weten jullie dat even. En dan zien jullie dus straks het resultaat. Hoe het dus hoort. Maar ik kom er zo gauw niet achter. Nou, nu weer verder met de video. En dan gaan we door naar de flamingo. En ik ga hier wel bolletjes plakken en ook een paar hartjes. Komt de kleur ook weer over op die andere houten cirkel. Goed, tot nu toe heb ik ze dus zo gemaakt. De flamingo en de... De glimlach staat je goed. Ik zie nou even dat er... Dat er nog letters zijn achtergebleven, maar dat geeft niet. Dan gaan we die er even op doen. Oh, wacht even. Ik denk dat ik het zelf niet goed heb begrepen. Ik denk misschien dat ik dit er af moest halen. Oh. Even kijken of dat het is. Ja, ja. Nou, dat ik dat zelf weer niet door heb gehad.
Ze zijn beplakt. Even kijken. Stap 3. Wil je cirkels ophangen? Gebruik dan het ophanghaakje of boren een gaatje in de cirkel. Eventueel kun je hem dan nog ophangen met een mooi lint of touw. Tip. Wil je het haakje niet zien en niet horen? Je kunt hem ook lager bevestigen en dan het touwtje aan het haakje vastmaken. Ah. Ik denk wel dat ik voor die haakjes ga. Ik denk dat het wel handig is voor in de overkapping. Voilà, ze zijn klaar. Het is echt, die bevestigingsmateriaal is super handig. Het enige wat je doet is zo'n plaklaagje eraf halen of dat velletje en je plakt het op. Dus dat is ideaal. Helaas regent het nu buiten, dus ik kan ze nou nu even op gaan hangen. Maar ik vind ze echt wel erg leuk geworden. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. En ik denk echt dat het een leuke toevoeging is voor onder onze overkapping. Ja, nou, het is nu 2 dagen later en ik vond niet dat ik de video af kon sluiten zonder dat ik laat zien hoe de wandcirkels onder onze verkapping staan. Dus ze hangen nu, dus ik ga even laten zien hoe dat staat. Nou, dit zijn ze. Ik vind ze echt hartstikke leuk. En ja, ik vind het ook wat leuk dat ze wat subtieler zijn. Want nu heb ik hier die 2 wandcirkels hangen en ik zou aan deze kant van de wand ook nog wat kunnen hangen. En dat vind ik wel leuk. Dus ik ben er heel erg blij mee en ik ben dus benieuwd wat jullie ervan vinden. Nou, dit was dan mijn eerste DIY video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Nogmaals, ik zal even de webshop in de Instagram van Liz van Cindy in mijn beschrijving zetten. Dan kun je nog even kijken nemen als je dat wilt. Ja, ik ben dus heel erg blij met die muziek. Als het vrolijk onze overkapping gelijk al wat meer op. Ik ben er blij mee. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Zouden jullie dan een duimpje omhoog willen doen? En hoop ik jullie weer te zien bij een nieuwe video. Doei doeg!